Lekker nazomeren op een Frans terras met een goed glas wijn. Elegant geklede dames uitgespreid op een canapé. Of een roze parachute op het strand in Cabourg. Het zijn de beelden van de laatste impressionisten die de natuur, de mens en vooral de schoonheid verbeelden. Eigenlijk was deze kunst lange tijd taboe, te mooi, te zoet voor onze ogen. Samen met Jort Kelder kijk ik naar de tentoonstelling van de kunstenaars die de wereld als laatste mooier maakten dan die in werkelijkheid is. Zo. Je bent kordaat op weg, terwijl er zoveel moois hangt. Ja, maar niet voor niks. Ja? Wat zien we hier? We zien de zaan, maar geschilderd door Claude Monet, de grote Franse impressionist. Mm-hmm. Dat had ook in een huis in Volendam kunnen hangen. Ja, Rudolf, ja. Dat is grappig. Ja, in Volendam, toen? Nou ja, ik bedoel, het gaat om die Hollandse, Noord-Hollandse houten groene vissershuisjes. Ja, het is zo leuk. Jij kijkt met ogen van nu, hè? Terwijl in de tijd dat hij het maakte, werd er schande van gesproken. Dit is geen schilderij. Dit is heel snel gestreept en geveegd. Ja. Hele stukken heeft hij zelfs niet ingevuld. Het is niet meer dan een schetsje. Ja. Dus wat hij deed, was in die tijd modern. Ja. Was ook de kunst van een impressionist om het heel snel te schilderen dan? Om er maar een uurtje te zijn? Of dat kon niet? Ja, dit deed hij in 20 minuten. En dan was het moment. Het ging erom om een moment van het licht, van het weer. En dat deed hij, Monet, als eerste. Hij was de grote inspirator voor een hele generatie kunstenaars, jonge kunstenaars, waar we een andere tentoonstelling aan wijden hier in Singer, de laatste impressionisten. Ja. Daar gaan we zo naar kijken. Letterlijk en figuurlijk de brug naar de tentoonstelling De Laatste Impressionisten. Ja. Dit is Emile Claus, een Belgische jonge kunstenaar. Die hoort tot een hele groep rond 1900 die idolaat waren van Monet. En zij willen daarmee doorgaan met dat impressionisme. 1918, Emile Claus is gevlucht uit België voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. En heeft daar enorm succes met een serie schilderijen van, herken je het? Nou, dit is Londen. Ik zie de Westminster Palace. Ik zie volgens mij de huidige Tate Modern. Ik denk dat dit nu het museum is. Maar dat is natuurlijk een energiecentrale. Ja. Kolen gestookt zo te zien aan het schilderij. Want de romantische waas die er overheen hangt. Het impressionistische veegje. Dat is echt gewoon kolendamp, of niet? Ja, maar die stad was vies. Die stad was heel vies. Kijk, dit is, nou, het is heel goed dat je het zegt. Het is oktober. Ja. Het is ook heel erg impressionisten die zeggen... Ik schilder dit moment, hè? Dat net als Monet. Dus dit is een oktoberochtend in Londen, heel vroeg. En inderdaad, dat diffuse licht zou inderdaad kunnen komen door verontreiniging. Hè? En dat pakt hij omdat die hele fijne kleurnuances van de zon op het water en op die gebouwen, om dat te pakken. Ik zie dat prachtig is geschilderd. Dat diffuse vind ik ook mooi, dat indirecte. Maar ik zie ook een hele vieze stad. Dat zie jij dus helemaal niet. Ik heb net de Victoria-biografie gelezen. De koningin toen, de grote koningin. Ja. In de 50er, 60er jaren, dus wel daarvoor in de 19e eeuw, gingen mensen echt dood van de vervuiling in Londen. Het was zo vies met die kolenindustrie. Met alles werd zo de Theems in geflikkerd. Dus dit water was bijna giftig. Jij ziet mooi ochtendlicht en ik zie smog. Ja, en ik ben een kunsthistoricus. Ja. En wat ben jij eigenlijk? Ik ben jurist. Dus ik leg een claim neer. Ik leg een claim neer bij de stad van Londen vanwege het vuil. Oké. Ga je mee? Dan gaan we van Londen naar Parijs. Het is 1909. En er is een groep jonge kunstenaars die vormen een club, een Société Nouvelle, om de kunstwereld te veroveren. En dat lukt ook. Zij worden de intimisten genoemd. Ze schilderen de finesse, de verfijning, het mooie. De gangmaker is Henri Le Sidaner en hij schildert hier de Place de la Concorde in de nieuwe lichtstad. In de regen. Parijs.
De nieuwe lichtstad, het elektrisch licht was er net. Precies. Dit is geschilderd helemaal aan het eind van 1909. En begin 1910, dan treedt de Seine buiten zijn oevers tot ongeveer 7 meter boven normaal niveau. Heel Parijs staat onder water, maar niet alleen Parijs, maar ook Europa tot aan Groningen aan toe. Enorme watersnood had. En Henri de Sidaner weet niet zijn vege lijf te redden. Dus toen dacht hij nog flinke regenbui, maar dat ging helemaal mis. Waarschijnlijk regent het al een tijdje. Ja. Wauw, zeiden ze tegen elkaar, dat moet je schilderen. Je wees me net, er staat daar een nogal bijzondere auto, of niet? Nou, ik zie, dat zullen wel van die Renault-taxietjes zijn, hè, dat het begin van de 20e eeuw. Ja, toen had de auto nog romantiek in zich, want Europa ging open. Je kon op reis, je kon overal heen. Ze gebruikten ze vanaf deze plek 4 jaar later, of 5 jaar later, want het is 1909 begrijp ik, hè, het front van de Eerste Wereldoorlog, Marne, te bereiken. Jeetje. Want alle taxis werden gevorderd om de soldaten naar het front te brengen. Dus dat was de realiteit. Dat zie ik eigenlijk dan. Ja, maar ik ben natuurlijk veel historischer geïnteresseerd dan puur op de kunst. En wij kijken vanuit nu, en we weten, Eerste Wereldoorlog, watersnood kwam eraan. Ja. Maar hey, joh. De nieuwe tijd. Ja. Dat zien we bij hem nu. Ja. Ja, je hoort het onvermijdelijk, hè? Het vrouwelijk naakt. Voor je nu. In het museum. Nou, moet dat altijd hier in Laren? Kan dat? Nou, het kan heel goed. Ja. Maar het vrouwelijk naakt, ja, dat is een van de onderwerpen in de kunstgeschiedenis. Ik heb er niets mee. Heb je er niets mee? Wel met vrouwen, als ik zo vrij mag zijn. Zelfs met bevallige vrouwen, baargrage vrouwen, brede heupen. Met een modebeeld, vooral onderin, wat tegenwoordig niet gevolgd meer wordt. Oké. Okay. De borsages. Maar, ik weet niet, ik heb nooit zoveel met naakte vrouwen schilderij. Is dat raar? Nee, het is helemaal niet raar. Het is het bloemstukje op tafel, voor één letter. Ja, in de tijd waar we het over hebben, begin 20e eeuw, Parijs, vond men dit prachtig. Ja. En Ernest Laurent, ik bedoel, zijn naam kennen we nauwelijks meer, was een van de grote meesters die door de overheid werd gekocht, die grote opdrachten kreeg, zeer succesvol. Ja. Terwijl zijn hartsvriend Seurat, die net als hij stipte, zij waren de ontdekkers van het stippen, pointillisme, Seurat, die nu ongelooflijk beroemd en kostbaar is, die werd toen een beetje uitgelachen. Dat Want? Vonden ze niks. Te stijf, te cerebraal, te bedacht. Terwijl dit vloeiende, mooie licht schilderen, dat vond men mooi. Ik vind het wel mooi geschilderd, dat moet ik wel zeggen. Oké. Okay. Ja. Dit is eerlijk gezegd de reden dat we jou gevraagd hebben om hier naar te komen kijken. Kijk, ik zie schilderijen als een venster op de tijd. Ja. En volgens mij zit jij hier. En je hebt ook nog van die... Blazertje, hè? Zilveren knoop. Van die marineknoop. Zeker. Nou. Dit is eigenlijk een tijd waarin ik wel geboren had willen zijn. Het is de laatste tijd dat er nog een aristocratie was, dat er nog geld was bij een elite. En dat ze konden doen wat ze wilden. Dus ik vind het een heel prettig beeld. Ik mis wel een beetje de glaasjes... laten we bescheiden zijn, de glaasjes champagne, toch? Ja.